Goedenavond. Wacht even op wat kijkertjes. Mita is zojuist live geweest. Dus ik bewacht. Ik heb even heel bewust gewacht tot zij stopte met de live. Want anders werkt het ook niet als wij tegelijk live zijn. Ik zal kijken of dat ik de mensen kan uitnodigen. Even in de vluggigheid. Of dat het überhaupt zomaar gaat. Nee, nou, dat hoort hem niet. Nee, nou, ik kan waarschijnlijk wel mensen uitnodigen, maar ik weet niet hoe. Als ik het doe, dan stopt de live. Goed, ik weet niet of dat Erwin al meekijkt, of dat Mita bijvoorbeeld al meekijkt. Geen idee of dat ze het überhaupt kunnen zien, anders kijken jullie later maar terug. Ik ben met 100% zekerheid, weet ik, dat er een politieagent, een ME-agent, onderdeel is van het Fidaire collectief. Let wel, hè. Ik heb hier geweld op geweld aan mijn deur gehad. Ik heb aangiftes gedaan. Ik ben vals beschuldigd. Ik ben met een mes aangevallen. Ik heb kogels in mijn brievenbus gehad. Ja? Ik heb de meest gekke dingen meegemaakt. Ik heb zelfs een 112 noodmelding op mijn adres staan sinds de uitzending van Danny Goossens. Ja? We zijn aan het kijken geweest van, goh, hoe kunnen we het huis buiten een camera om extra beveiligen? Ja? Dan kom je er dus achter dat er een ME-agent vanuit Rotterdam onderdeel is van het Fidaire collectief. Ik weet welke agent. Ik heb gisteravond bewust helemaal niks gedaan. Er is een goede kennis van mij vermoord. Ik mag er niet te veel over zeggen. Politieonderzoek loopt nog. He, dus het is dubbel op, dus je krijgt en. Dus ik heb gisteren bewust helemaal niets gedaan. Ben vanmiddag nog wel heel boos naar het politiebureau geweest. Ik zeg, luister. Ja? Dit en dit en dit zijn in mijn bevindingen. Nou goed, er komt nog later contact. Ik zou vanmiddag al een gesprek gehad kunnen hebben met een rechercheur. Maar ik was zo boos, moe, uitgeput, op. Van alle emoties. Kijk, het is niet alleen Fidaire, hè. Je wordt weer met de moord geconfronteerd. Met Jezus, veel raadsels. Ja, kleintje. Dus ik ben eigenlijk gewoon nog steeds op en moe. Dus dat is ook dat ik gisteravond zei van Fidaire is ook wel een dingetje, maar er gebeurt even zoveel in mijn leven. Dat, ja, sorry. Maar in ieder geval, ik kan jullie alvast vertellen, het account van Mahi Mahi, dat is eentje van een ME-agent. Die heb ook gewoon tussen de demonstraties wel gelopen. En ik weet inmiddels dat hij degene is die heel veel informatie vanuit politie ook heb doorgespeeld naar Fidaire en terug. Mita maakt een opmerking dat ze bang was dat er lelijke dingen gingen gebeuren. Nou, ik heb vanmiddag op politie al bekend. Ben in staat echt om een paar handgranaten te kopen. En om die gewoon te bezorgen bij een aantal mensen. 2 jaar ellende aan mijn deuren. 2 jaar, hè. Ik heb burn-out klachten gehad. Ik kreeg op den duur gewoon echt vermoeidheidsklachten tot en met. Ik kon niet meer. Longontsteking op longontsteking door vermoeidheid. En dan kom je dat weer. Want hou één ding, meneer de agent. Denk niet dat het bluff is, hè. Want ik kan aan handgranaten komen, hè. En dat weet politie Gouda ook, hè. En dat weet jij ook, hè, Mahi Mahi. Dus,
Dat is voor mij dat ik heb gezegd, oké, ik doe nu niets. Want ik kan een hele vervelende spullen komen. En ik was zo kwaad, ik was zo pissed off dat ik denk, nee, maar dan ga ik ook heel vervelende dingen doen. Terwijl ik wil mijn recht halen. En niet nog meer veroordeeld en bestraft door Fidère. Het is... Ik heb denk dat ik morgen een gesprek heb met de regisseur. En ik heb vandaag de regisseur ook gezegd, sorry, ik ben niet in de move om nu te gaan zitten praten. Nee, laat mij maar even met rust. Ik zou niet zijn als ik niet alvast het adres van meneer van deze politieagent gevonden zou hebben. Ik wacht het even allemaal rustig af. Maar Mahi is een agent, is een ME'er. Zit een lekkage. Ik heb er bewijs van. Ik weet zijn naam. Ga ik nog niet openbaar zeggen. Ik heb het al gemeld bij een regisseur. Ik heb het gemeld op het politiebureau Gouda. Ik heb vandaag ook het gesprek gewoon dat ik denk, nee, ik heb te veel. Bekijk het maar even vandaag. En ik hou me rustig. Ik zal geen gekke dingen doen. Maar ik weet wat Mita bedoelt. Ik kan alleen maar hopen dat iedereen zichzelf in de hand houdt. Ook al is het moeilijk. Ook al geeft het een woede explosie. Wat hun nu willen is dat wij hun huizen uittrekken. Dat je ze slaag geeft. Dat is goed. Mishandeling krijg je toch, als je er al wat voor krijgt, niet veel voor. Een kleine boete en je bent klaar met die mongolen. Ja. Maar alsjeblieft doe geen zware levensdelicten. Want niet alleen ik was gisteren over te zeiken. Er zijn nog een aantal mensen. We hebben van de ene iemand echt gewoon gezegd, hier met die autosleutels. Want die was in start gewoon om bij diegene door zijn gevel heen te rijden. Dus ik weet wat Mita bedoelt. Ik geloof alleen niet dat deze kinderen van die Fidères beschermd dienen te worden. Ik denk dat hun beschermd moeten worden door deze kinderen zo snel mogelijk uit huis te laten plaatsen. Want dit soort ouders zijn er niet in staat hun kinderen op een normale manier groot te brengen. Als je als volwassene gewoon terroristische praktijken erop nahoudt, dan ben jij niet in staat kinderen op te voeden. Ik hoop dat iedereen geen gekke dingen doet in belang van deze kinderen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er over al deze gezinnen een zorgmelding gedaan gaat worden. Dat ga ik morgen ook uitspreken bij de politie, bij de recherche. Want dit ken zo niet. fijn. Ik weet niet wat ik verder aan moet toevoegen. Ik ben vooral moe. Maar dat is omdat ik even te veel heb meegemaakt. Ik ga van de week achter de schermen wel alles lezen wat ik aan screenshots over Fidère heb binnengekregen. Maar voor nu heb ik sowieso over me heen, het zal allemaal wel. Dus maak die screenshots. Je mag het best naar me opsturen. Maar vraag niet om er direct naar te kijken. Want ik zit nog zo in een andere wereld dat ik heb nog steeds zoiets over me heen. Ja hoor, het zal allemaal wel even. Dus lieve mensen, Mahi is een ME'er van Rotterdam. Doe alsjeblieft geen gekke dingen. Als je al wat doet, hou het bij je geweld, maar blaas geen voordeur eruit. Het is niet makkelijk, het is niet leuk, het is niet eerlijk. Maar even met z'n allen, even allem calm down. Ik laat me zo snel mogelijk wel weer horen, misschien morgen of zo. Maar ik ben gewoon nog, ik heb even te veel meegemaakt. Ik merk wel dat die moord, het geeft zo een verdoving. En dat legt niet aan jullie, echt niet, maar het geeft zo een verdoving. Alsof dat mijn ziel verdoofd is, mijn geest verdoofd is, mijn hersens verdoofd, of dat alles verdoofd is. Als ik het kon uitleggen, had ik het gedaan. Maar ik kan het niet uitleggen. Dus, ik hoor het wel, liefjes, ik hou van jullie. Het zal allemaal wel, ik geloof het allemaal wel.